Hulsebos of Alkenen? Het wordt Alkenen. Een kleine week werd erin en buiten Friesland gedroomd van een Elfstedentocht. Maar het mocht niet zo zijn. Het ijs te dun. Het gaat dooien. U weet het allemaal. In Dokkum, waar het ijs wel dik genoeg is, daar staat verslaggever Bart Hettema. Nog één keer naar jou, Bart. Hoe is er een ernstige kater daar bij jou in de buurt? Nee hoor, het is een ernstige kater. Het is hier helemaal niet zo hard aangekomen. Ze zijn natuurlijk al teleurgesteld, de Friezen. Maar iedereen met een beetje realiteitsbesef wist natuurlijk dat ijs niet dik genoeg was. Wist natuurlijk dat het niet lang genoeg gevroren had en dat het niet door kon gaan. Nou, we hebben het gisteren allemaal gezien natuurlijk. Maar dat betekent niet dat afgelopen week heel veel mensen, honderdduizenden Nederlanders, hebben genoten van het weer, van het schaatsen, buiten zijn geweest. Prachtig allemaal. Alleen ja, die Elfstedentocht, die is er dan niet gekomen. En dat vinden een aantal mensen hier toch wel een beetje vervelend. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is afgelast. Ja, het is afgelast. Wel teleurstellend, maar aan de ene kant voor de veiligheid blij. Eén nadeel was de vorst en wij hadden hier 2 dagen ijs. Ik kon er net niet omheen lopen en toen die sneeuw en dat was de nekslag. Jan Ozinga uit de buurt van Balk komt nog eens kijken op de Luts, het meest besproken riviertje van Friesland. Een riviertje dat zich kapot zou moeten schamen, want het ijs was niet dik genoeg. Hoe lang heeft u nou hier staan vegen met die schep? Nou, van 9 tot 2 uur. Ja. En op een gegeven moment nog een groep verderop. Maar al dat vegen hielp niet. Het ijs was al dun en toen hield de strenge vorst ook nog eens op. Maar als je zo kijkt, dan is het prachtig zwart mooi ijs. Dat is schitterend. Dit is het ideale beeld. Dit is echt Elfstedenijs. Ja. Zwart en weet je wat bobbelig eronder. Zijn die kegels, zien aan die bobbeltjes, nou, dat 6, 7 centimeter. Ja. Maar dat wordt minstens 15 centimeter. Diep in zijn hart wist Ozinga wel dat het eigenlijk een verloren gevecht was. Alles of niks. Het enige wat ik kon zeggen, dit is bidden van Allah tot Boeddha of een andere god, dat de weergoden goed zijn. Ja. Maar ja. Ze luisteren niet. Ja, ze luisteren niet. Balk is vanochtend niet echt wat je noemt het feestelijk centrum van het universum. Er wordt door een paar mensen geschaatst en dat gaat prima, maar niet door de massa's die ze hier zo graag hadden gezien. Nou, is misschien ook wel leuk voor Balk, want ja, de tocht ging er toch, maar Balk had net de schande dat het voor de 2e keer in de historie net mij doet. Nee, dat klopt. Maar alhoewel, ik kom uit Sleert, boy, maar het is tussen Sleert en Balk is net heel best, hè? Nee, daar kan je net even lekker aan zetten. Dat wil net. Heeft het toch een beetje een Elfstedentocht gevoel? Nu wel weer, ja. Nu wel weer. De koorts is weg, maar het gevoel is er nog wel, zeker. Ja. Want had u hem anders mee kunnen doen? Nee. Pijnlijke vraag. Ja, maar ik ging wel mijn vriend begeleiden, die is wedstrijdrijder. En we hadden al gisteravond een beraad gepland hoe we het gaan doen. Maar ja, gisteravond was het dus niet. Beste mensen, geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Wiebe Wieling kwam gisteravond meteen to the point. De voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden baseerde zich op de unanieme mening van de 22 teleurgestelde rajonhoofden. Ik vind het jammer. Veel werk gedaan, heb je zelf gezien. Jammer dat het toch niet doorgaat. Hè? Maar ja, het zat er niet in. Piet Hamstra had gisteren de P'en en vandaag is die gemoedstoestand nog precies hetzelfde. Hier had hij moeten komen. Hier had onze tempelpost moeten staan. Nu heeft u gisteravond gehoord. Het gaat net om. Ja. En dan rijdt u naar huis. En wat denkt u dan? We rijden samen naar huis. Samen met de assistent Rion Hoofd. We hebben niet veel gezegd. Hè. We hadden elk onze eigen gedachten. En toen we halverwege waren, toen zeiden we, potverdorie, het had wat ons betreft gekund. En ja, nu gaat het niet door. Het zou ideaal zijn natuurlijk, wanneer we even een dooiperiode krijgen, niet te lang. Beetje water over het ijs, dat vriest snel weer aan als het weer een goede winterperiode krijgt. Dan zijn we er snel klaar voor. Geen tocht. Goed nieuws. Ja, zo begon hij gisteravond ook. Hè. Dan kwam de voorzitter. Goeie voorzitter hoor, die blijft rustig en zo. En Oosterbaan ook. Ik wil niet, die anderen ook wel, prima. Maar Oosterbaan die blijft zo
Zo koud als een steen blijven dan. Hè? Reinders volgt het allemaal nog op de voet. Ook al is hij al jarenlang niet meer rajonhoofd van Dokkum. Net als zijn opvolger heeft hij nog een stille hoop dat er dit jaar een tweede kans komt. Ik ben 86, dus ik maak het nooit weer verder mee. Dus, ik heb er 3 keer het rajonhoofd meegemaakt. Ik heb me 1 keer uitgereden en 1 keer ben ik, of 2 keer ben ik blijven zitten. En 60 jaar geleden heb ik hem ook geprobeerd te rijden. Dus dat was in 1947. Nou, zoveel ben er niet meer hoor, die van 47 die toen de Elfstedentocht gereden hebben. Je had hem graag nog even gehad dit jaar? Ik wel, ik reken er nog op. Eigenlijk voor mezelf reken ik, ja, stille hoop en zo. Dat feest. Dat. Maar met iedere dag dooi en iedere centimeter gesmolten ijs raakt dat feest verder en verder uit beeld. Ja. Tenminste, Bart Hettema, daar in Dokkum. Het kan natuurlijk zijn, volgende week zou het weer gaan vriezen. Of mogen we dat niet meer hardop zeggen? Ja, een van de eigenschappen, Pieter Jan, van iemand die ernstig ziek is. En laten we zeggen, iemand die ernstig aan de Elfstedenkoorts leidt. Is dat hij zich vastklampt aan goed nieuws. Nou, in dit geval is dat altijd het weerbericht. Ik heb de afgelopen week zoveel weerberichten gehoord. Van het KNMI, van Meteoconsult, noem maar op. In de krant, op televisie, van mensen om me heen. Ik ben er wel een beetje klaar mee met al die weerberichten. Ze zijn niet altijd even betrouwbaar. En dus wij van Eén Vandaag adviseren, wacht nou gewoon maar even af. En dan wordt het eigenlijk allemaal vanzelf wel duidelijk. Alhoewel, het is best wel weer koud hier momenteel, kan ik vertellen. Dus ja. Misschien. Misschien, zo ziet het eruit. Dankjewel voor alle bijdrage vanuit Friesland. En misschien tot over een weekje, je weet het niet.